Vroeger had je op school van die mooie platen waar je bij kon wegdromen. Het schip zat uiteindelijk helemaal vast in het ijs. Willem Barends en zijn mannen konden geen kant uit. Vast tussen de grote brokken ijs die over elkaar schoven. Natuurlijk waren ze bang. Bang dat ze in dit verlaten oord zouden moeten achterblijven. Want het werd winter. In de vroege ochtend kwamen er weer 3 ijsberen tevoorschijn. Met ijselijk gegil probeerden de mannen de aandacht van de ene beer af te leiden. Maar de beer stormde toch op hun vrienden af. Met grote zwaai van hun wapens probeerden ze de beer van zich af te houden. Totdat een van de mannen zijn roer met kruid had geladen. Bing! Hé, hey, kom je nou nog? Ik zou toch nog bij jou komen spelen? Ga jij maar vast. Gewoon moet je zien. Dat is nou Nova Zembla. Als ik daar toch een keer kon kijken. Dan moeten toch dingen overgebleven zijn op dit eiland. Je mag er zomaar niet naartoe. Kijk maar, het is van de Sovjet-Unie. En die houden niet zo van pottenkijkers uit het Vrije Westen. Dus Nova Zembla, vergeet het maar. Maar wat moesten we dan bij ons nou eigenlijk helemaal in het noorden? Is er iets te vinden? Ze wilden niet naar Nova Zembla zelf. Daar kwamen ze per ongeluk terecht. Waar wilden ze dan wel heen? Naar China en Indië. Daar kwamen specerijen vandaan die in Europa duur verkocht konden worden. Kruidnagels, pepers en zo. De Spanjaarden handelden daarin. Ze verdienden daar veel geld aan. En dat wilden de Hollanders ook wel. En dus probeerden de Hollanders een nieuwe route te vinden. Die langs Zuid-Afrika. Zo gingen de Spaanse schepen. Maar over het noorden, kijk. Maar zo... naar Azië. Over de Noordpool zeker? Ja, dan is korter. Zeker 2000 kilometer. De halve werden door de Eerbare Raad ter vermaarde stad Amsterdam en aan het begin van het jaar nog ten derde maal 2 schepen toegerust. Het was al de derde keer dat ze het gingen proberen. De eerste 2 keren waren mislukt. Toen zijn de schepen in het ijs terechtgekomen. Maar hoe vindt Willem Barends nou zo precies hoe die moest varen? Dat wisten ze eigenlijk ook niet zeker. De Pool was een onbekend gebied en er waren nog geen eens goede kaarten van. Op het ene schip was Heemskerk schipper en Willem Barends stuurman. Wat heb je daar eigenlijk? Een reisverslag van de reis. Een soort dagboek. Gerrit de Veer heeft het geschreven. Hij ging ook mee op reis. Door hem weten we nu allemaal wat er destijds gebeurd is. Derhalve werden er door de Eerbare Raad der vermaarde stad Amsterdam in het begin van het jaar nog ten derde male 2 schepen toegerust. Op het ene was Jacob Heemskerk schipper van de koopmanschappen en Willem Barends opperste stuurman. Op het andere was Jan Cornelisson Rijp schipper van de koopmanschappen. De 2 kleine schepen met Heemskerk, Barends en Rijp vertrokken op 10 mei 1596 uit de haven van Amsterdam en zeilden naar het noorden. Gerrit de Veer ging voor de tweede maal mee en hield een reisverslag bij. 5 juni zagen wij het eerste ijs. Dat nogal verbazing wekte, omdat we eerst dachten dat het witte zwanen waren. Een van ons ging namelijk wandelen op het dek en begon toen plotseling heel hard te roepen dat daar witte zwanen zwommen. Alle die beneden deks waren sprongen toen snel op en toen zagen we dat het stukken ijs waren. Het waren losgeraakte stukken ijs die op witte zwanen leken. Op 11 juni ontdekten ze een eilandje. Ze vonden er meeuweneieren die ze opaten. De volgende dag zagen we bij het eiland een witte ijsbeer. We roeiden met onze sloepen naar de beer om hem een strik om zijn nek te werpen. Maar toen we bij hem kwamen was hij zo woest dat we het niet waagden. We roeiden terug naar het schip en haalden meer volk en wapentuig. Maar de wapens deerden hem weinig.
Hij werd onder andere met een grote bijl in zijn rug gehouden, die erin bleef steken en toch zwom hij ermee weg. Maar wij roeiden hem achterna en tenslotte hebben we met een bijl zijn kop in stukken gehakt. We aten ook van hem, maar dat smaakte ons niet erg. Dit eiland, waar dit alles gebeurde, noemden wij Bereneiland. De schepen zeilden verder, tot ze het pakijs van de Noordpool bereikten. Daar zagen ze in het zuidoosten een onbekend land dat groot en bergachtig was. Spitsbergen noemden ze het eiland. Hier overlegden Heemskerk en Barends met Rijp over de route die ze verder zouden varen. Rijp kwam bij ons aan boord en stelde voor om koers te veranderen. Toen wij een tegengestelde mening waren toegedaan, werd er afgesproken dat wij onze koers zouden vervolgen en hij de zijne. Rijp wilde recht naar het noorden, zo dicht mogelijk langs de Noordpool. Dat was de opdracht die ze hadden van de stad Amsterdam. Barends wilde, net als 2 jaar daarvoor, de route langs Nova Zembla proberen. De schepen gingen uit elkaar. Willem Barends voer verder richting Nova Zembla. Hoe zou zo'n schip eruit hebben gezien? Op Terschelling is in een museum een stukje nagebouwd. Wij zouden dat hele schip eigenlijk na willen bouwen. Maar ja, dat is wat kostbaar. Maar wat we wel gedaan hebben, in ieder geval die woonruimte van de bemanning hebben we nagebouwd. En daar zit ik nu middenin. En ja, je ziet dat het is niet hoog. Dat was vrij normaal in die tijd. Men vond ook dat een gewone matroos ook geen sta-hoogte hoefde te hebben. En ja, in deze ruimte gebeurde alles. Daar sliepen ze, daar aten ze. Ze sliepen ook gewoon op het dek. Ze hadden niet een mooi bedje, maar vaak wel een houten bak waar ze in lagen om te voorkomen dat ze met slingerend schip over de vloer rolden. Maar dat was het enige luxe, de enige luxe die ze hadden. En ja, hun persoonlijke bezittingen, die mochten ze in een eigen scheepskist onderbrengen. Hier zien hier zo'n scheepskist. Dat waren vaste afmetingen. Grotere mocht je ook niet meenemen. Daar moesten al je spullen in. Als je ziet dat men hier bij elkaar moest leven in zo'n krappe ruimte bovenop elkaar, dat was aan de ene kant geen pretje. Je moet je voorstellen dat je met een hele schoolklas een half jaar lang in zo'n enge ruimte moet zitten. En daar moet slapen, eten, je spelletjes doen. Dat is geen doen eigenlijk. Nou, aan boord van dit soort schepen waren geen toiletten. Maar ja, goed, de bemanning moest toch zo nu en dan naar het toilet. Daarvoor werden ze naar het voorschip gestuurd, naar het galjoen. Dat zit hier vooraan het schip. Dat is een puntig uitbouwtje. Daar moesten ze heen om hun behoeften te doen. Ja, je kan je voorstellen in de Noordpool met vriezend weer, dat het daar snerpend koud was op dat tochtige balkonnetje. Maar daar moesten ze uit de broek hun behoefte doen. Met veel moeite zeilde Barends het schip door het ijs langs de onbekende kust van Nova Zembla. Op 25 augustus raakt het schip steeds verder ingesloten in het pakijs. Toen we voorbij IJshaven waren gekomen, kwam het ijs zo hevig in beweging dat we ingesloten raakten, hoewel we probeerden om verder te komen. Alle moeite was vergeefs en bijna waren we 3 mannen kwijtgeraakt die op het ijs waren om een opening te maken in het ijs dat maar voort bleef drijven. Maar toen dreven wij weer terug langs het ijs waar het volk op stond. En doordat ze rap waren, konden ze zich in het voorbijgaan vastgrijpen. Zo kwamen ze met een levensgevaarlijke zwaai toch nog aan boord. Het was een angstaanjagende zaak om te zien, want als ze niet snel waren geweest, hadden ze op het ijs moeten achterblijven. In de verte zagen de mannen open water. Ze hoopten nog weg te kunnen, maar het schip bleef ingevroren. Het schip bood niet genoeg bescherming tegen de kou. Uiteindelijk bleef hen geen keus. Willem Barends en zijn mannen besloten in de ijsbaai te overwinteren.
zo achter het raadzaam om tegen de kou en wilde beesten beschermd te zijn, om daar een hut of huis op te slaan, om ons zo goed mogelijk in leven te houden en verder de zaak aan Gods genade over te laten. Op het strand vonden ze aangespoeld hout, afkomstig van de uitgestrekte bossen in Siberië. Er lag voldoende voor een heel huis en genoeg brandstof voor de lange winter. Met dit hout en wat planken van het schip kon aan de bouw van het huis worden begonnen. De 23e september stierf onze timmerman 's avonds toen we aan boord kwamen. Hij kwam uit Purmerend. De 24e begroeven we hem in linnen gewikkeld in een rotskloof in de buurt van een beek. Want we konden niet in de aarde komen vanwege de vorst en de hevige kou. Ze deden een maand over de bouw. Toen was het huis klaar. Ze waren zo blij dat ze nu ergens konden schuilen dat ze het behouden huis noemden. Hoe zal het huis eruit hebben gezien? Eigenlijk is het allemaal begonnen met een plaat, een schoolplaat aan de muur van het lokaal waarin ik les kreeg. Het was een plaat van Isings waarop het behouden huis stond en de overwintering op Nova Zembla was uitgebeeld. De prent die je hier ziet is een prent uit het dagboek van Gerrit de Veer. Als je het huis wilt reconstrueren, dan kun je dat natuurlijk doen op basis van deze prent. Je kunt het huis precies zo bouwen zoals het hier op deze tekening is aangegeven. Als je dan de gelegenheid krijgt om naar Nova Zembla toe te gaan en daar ter plaatse te kijken, dan is dat natuurlijk veel mooier, want dan kun je een prachtig huis bouwen op basis van datgene wat je daar vindt, de resten van het huis. Nou, dat hebben we gedaan. En toen kwamen we dus op Nova Zembla. Daar zie je hier dus een tekening van een grote kale vlakte met daarop een aantal balken. En dat zijn dan in feite de resten, zeg maar de onderkant van het behouden huis. We hebben daar een tekening van gemaakt. We hebben precies opgenomen welke dingen daar nog aanwezig waren in 1992. En die tekening die zie je hier op het beeld aangegeven. Het was een rechthoek van grote balken, grote boomstammen die ze op het strand gevonden hadden. En aan de hand van die balken kunnen we een reconstructie maken van het behouden huis. En als we dat dan ook nog combineren met de gegevens die we hebben uit het dagboek van Gerrit de Veer, dan kom je tot een heel waarheidsgetrouwe reconstructie van het behouden huis. We hebben dat gedaan en we hebben dat gedaan in de computer met een tekenprogramma. En dan kom je tot deze reconstructie. Als je die tekening nu in zijn natuurlijke omgeving zet, en dat hebben we ook gedaan, dan krijg je een reconstructie die er ongeveer zo uitziet. En dan zou je kunnen zeggen van nou, het behouden huis moet er dus op Nova Zembla ongeveer zo bij gestaan hebben. Nou, dat is zo'n beetje wat wij als reconstructie hebben gemaakt. En die reconstructie, en dat is het aardige, die wordt dus nu op het ogenblik op de Schelling nagebouwd. En straks zal er dus op de Schelling een huis staan dat helemaal eruit ziet zoals het behouden huis op Nova Zembla eruit moet hebben gezien. Kleiner dan ik dacht, jongens. Nee, ja. Het zijn wel de waarde. Ja, nee, maar het lijkt veel kleiner nu er een keer in staat dan. Ja, het donker is nou. Ja. Als er net in komt, dan is het hartstikke donker. Maar die schoorsteen heeft even een hoop licht. Valt niet tegen. Zit nog niet veel trek in. Het valt allemaal naar beneden, dat deugt niet. We hebben nog geen vuurronde gestookt ook, maar iets heel anders. De kooi die zit ook veel dichter bij het vuur dan ik had gedacht. Het is toch wel mooi dat je dat nu zo ziet. Dan zie je al eens echt in de ruimte gaan. Ja. Ja, maar ze zat een steen in bed, ja, ook. Ze zat niet toch? Bijna wel. Ja. Ze zijn 1,70 lang. Waar ik naar boven toe. Een beetje stukje hout, weet je. Dan naar beneden gooien. Nee, ja, maar denk je dan.
De 27e oktober was er zo'n sneeuwjacht dat we buiten niet konden werken. Op die dag schoot ons volk een witte vos. Ze wilden hem en aten van zijn vlees toen het gebraden was. Het smaakte als konijn. Diezelfde dag maakten we ook onze klok weer, zodat die sloeg. En we bevestigden een lamp om 's nachts te branden. Daarvoor gebruikten we het vet van een beer dat we smolten en daarna in de lamp lieten branden. Een paar dagen later begon de winter. 5 maanden lang zou het donker zijn. De 3e november was het kalm weer. Toen zagen we de zon niet meer, want ze stond niet meer boven de horizon. Onze chirurgijn maakte toen van een wijnvat een bad om in te stoven. We gingen er allemaal in en we voelden ons daar erg goed door, omdat het onze gezondheid versterkte. Het liefst bleven de mannen binnen, maar soms moesten ze wel naar buiten om te kijken of er een vos zat in een van de vallen die ze hadden gemaakt. Die vossen aten ze op en de vacht gebruikten ze om er jassen en mutsen van te maken. Die poolvossen hebben hun leven gered. Door het eten van dit vlees kregen de mannen namelijk vitamine C binnen. Als ze dat niet hadden gedaan, was hun haar gaan uitvallen en waren al hun tanden uit hun mond gerold. Uiteindelijk zouden ze door vitaminegebrek aan scheurbuik zijn gestorven. Soms was het dagenlang te koud om naar buiten te gaan. Het liefst bleven ze dan binnen. Om warm te blijven stookten ze een vuur van hout of van kolen die ze uit het schip hadden gehaald. Iemand onder ons stelde voor dat we de steenkolen die we van het schip in huis hadden gehaald nu in uiterste nood zouden gebruiken en daar een vuur van aanleggen, omdat het veel warmte gaf en lang bleef branden. Om de warmte vast te houden leek het ons een goed idee om alle deuren en de schoorsteen dicht te stoppen. Daarna gingen we allemaal naar onze kooi om te slapen. Goed gehumeurd door de warmte praten we lang met elkaar tot we suf werden. Op het laatst werden we bevangen door duizelingen, de een meer dan de ander. Enige van ons die nog het meest helder waren kwamen daarom uit hun kooi en stootten eerst de schoorsteen open en toen de deur. Degene die de deur opendeed, viel daarbij in zwijm en stortte hevig kreunend in de sneeuw. Bijna waren de mannen door verstikking om het leven gekomen. Iedere dag hoopten ze dat aan de barre winter een eind zou komen, maar de poolnacht duurde eindeloos. Zouden ze de dood vinden op dit eenzame en bitterkoude eiland?